Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Krul. Ik heb echt heerlijk geslapen en het is lekker weer buiten zo te zien. Het is een blauwe lucht, ik zie geen ene wolk. En ik ben echt heerlijk wakker geworden. Gewoon helemaal uit mezelf. Het is 9 uur in de ochtend. Ja, dat is echt fijn hè? Oh, dat is echt relaxed. We sliepen gisteren om volgens mij 12 uur. Ik denk half 1. Wow, wel na 12, ik heb nog wel 10 over 12 gezien namelijk, toen we nog aan de serie kijken waren. Zo, dus even lekker wakker worden. En Myron die biedt gewoon aan om een lekker ontbijtje te maken. Myron, zei, heb je zin in dat blauwe ontbijtje? Die smoothieball. Zo, met een lekker koffietje. Dus dat ga ik nu maken. Nice, ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik heb 1 keer een foto daarvan gezien van Myron. Dus ja. Ja, toen was jij er niet. Oh, was ik in Londen? Nee, dat was al een andere keer. Toen was je ergens anders. Nou, ik ben benieuwd, dames en heren. Jullie gaan het zien en ik ook. Voor de eerste keer. Myron! Hallo! Hallo! Kom maar aan! Ik kom. Moet je even een kus weghalen? Ik kom maar aan. Wow, Myron. Lekker hè? Ongelooflijk. Het ziet er echt goed uit hè? Ja. En nu nog lekker smaken. Zo, dit is echt heel nice. Kijk eens even. Maar is het ook lekker? Ik vind het echt super lekker. Jij bent... Wat is er? Ik hoorde een scheet. Jij bent normaal gesproken niet zo van de smoothie bowls, hè? Klopt. Dat heb je toegegeven. Dus, nou, misschien eet je wel helemaal niks. Doe maar een hapje. Taste test. Moet ik dan zo'n... Dat zou ik wel doen, ja. Gewoon van alles, dat je een beetje een bite erbij hebt. Want een smoothie bowl kan wel een beetje saai zijn, omdat het één smaak is, maar... Oh. Koud. Ik kom uit de vriezer, of niet? Ja. Ja. Oh, dat is koud in je tanden. Echt? Een ijsje. Maar het is wel lekker. Maar ik ben inderdaad niet doen dit. Ja, dat is een vlieg. Die vlieg maakte mij dus wakker. Wacht. Zie mijn handjes. Kijk uit voor die smoothiebol, hè. Jij gaat zo hard slaan dat alles omvalt. Kan je niet zien mijn vingers? Oh. Ja, zie. Ik zei het ook gewoon nog, hè, schat. Hij gaat gewoon vol met zijn hand door die smoothie bowl. Oh my god. Het gebeurt nog echt ook. Maar het kwam... Oh, je hebt net het bed verschoond ook. Ja, en dat moet ik nu vandaag opnieuw. Nee, dat hoeft niet. Jawel. Nee, schat, we gaan hier niet op slapen. We kunnen wel liggen in een paar besmeurplekken. Nee. Maar het was ook mijn andere avond, want omdat ik dit deed, ging die naar beneden. En je had de vlieg ook nog niet eens. Nee, dat was geen eens raak. Damn. Nou goed, het ziet er nu fantastisch uit, schat. Heel erg lief. Hè? Maar je vindt die lekker. Ja, ik ben niet zo gek op smoothiebol, maar ik ga dit zeker opeten. Ja, goed zo. Maar ja, brood chocopas is ook altijd fijn. Ja, maar die heb je nu niet. Dus... Nee, dus hier doe ik het nu mee. Roei je met de riemen die je hebt. Ja, nee, zeker. Nee, maar dit is echt wel, dit is wel fijn hoor. Jij bent meer van de broodjes en zo. En dit is eigenlijk een soort van drinken wat je eet. Dat is gek, hè? Maar de smaak is wel heel lekker, toch? De smaak is wel goed, hoor. Is dit kokos gemild? Ja. Ja. Wat? Gemild. Gemild? Gemild. Als je iets gaat malen, dan is het gemild. Oh, gemilde kokos. Ja, ja, klopt. Is het toch? Ja. Nou, eet smakelijk. Wat Myron nu aan het doen is iets wat ik zelf super satisfying vind. En wat heel erg veel mensen satisfying vinden. En daarom had Myron het idee om timelapses te gaan maken. Allemaal achter elkaar te zetten. En dan gewoon met een relaxed muziekje eronder. Dan kan je gewoon alles achter elkaar kijken. Myron doet het wel vaak op het Instagram account van KP Active. Maar ze heeft dus nu haar telefoon hier neergezet op statief. En ze is een timelapse aan het maken van hoe ze alle was heeft opgevouwen. Nou, ben je benieuwd naar deze video van Myron? Waarin ze dus een timelapse
timelapse achter timelapse zet en allemaal dingen doet, dan check even het linkje in de beschrijving hier beneden. Daar staat het linkje van de video op KP Active. En ik heb zelf ook wel iets om toe te voegen nu aan de timelapse. Ja, de partypopper. Yes! De partypoppers hier in de hal. Dus ik zou zeggen, zet de camera hier maar neer, gericht op daar. En dan pak ik de bezem en dan ga ik dit even allemaal bij elkaar vegen en opruimen. En dan heeft Mario weer een nieuwe timelapse voor een video. En in de tussentijd ben ik wat andere dingen aan het fixen hier in de studio. Want we gaan vanavond weg. En ik moet nog een paar dingetjes afmaken hier in de studio. Dus dat zijn we aan het doen. Dus we zijn lekker bezig. We gaan eens even gedag zeggen bij Milan. We hebben natuurlijk even een knolpower zwembroekje aangetrokken. Hey, schapie. Je bent zo moe, zie ik eruit. Kom maar, Jojo. Lekker. Okay, ik ben aan het chillen met mijn broer. Ja. En hij is moe. Hij is vanochtend naar de rommelmarkt gegaan. Vlooienmarkt. Vlooienmarkt. Veel vlooien gezien. Ja, ik heb nog steeds hier. Ja, jeuk. Ja. Ik wou eigenlijk anders grap maken. Veel rommel gezien. Daarom is het heet rommelmarkt, toch? Omdat er ook veel rommel te vinden is. Ik denk wel dat je je rommel dan pakt en dat verkoop je. Maar voor... Ja, dus dan heb je veel rommel te vinden. Ja, voor de een is het rommel, voor de ander niet. Maar een vlooienmarkt, waarom heet een vlooienmarkt een vlooienmarkt? Zeg maar, ik weet het niet. Maar ik kan Google even vragen. Dat kan. Weet je nog dat je jarenlang tegen me hebt gezegd, dat doe je nu niet zo vaak meer. Maar vroeger, toen we nog aan de Woertes woonden in Pelo, bij elke vraag die ik jou stelde, zei je, heb je al gegoogeld? Echt? Ja, dan zei ik nee. En dan zeg ik, nou ga dan eerst maar googelen. Dat weet ik niet eens, man. Waarom heet... Is de lucht blauw? Is dat het laatste wat je verzocht? Waarom heet pindakaas pindakaas? Waarom heet een moedervlek een moedervlek? Een ding, iemand moet dingen weten, algemene kennis. Bro. Ja, dus een vee. Waarom heet een vlooienmarkt zo? De kooplieden werden spottend puciers genoemd. Pukiers, ik heb geen idee. Handelaars in vlooien vanwege het ongedierte in de aangeboden waren. Ah, zie je? Dus het heeft wel te maken met echte vlooien. Dat ze kleding verkochten, dus handelswaren, kleding waren. Het verkochten ze op de markt en dat was zo nasty soms dat er gewoon vlooien in zaten. Ja. En dat was dus op de markt, werd dat verkocht. Dus vlooienmarkt. Dus kreeg je die vlooien erbij. Vet. Nee, maar dat is toch leuk om te weten? Ja, de mooie nou. Maar Milan die heeft iets gekocht voor 1 euro en dat is Red Cat. Ingesproken door Ron Boshart. Vroeger. Ja, legendary. Dit is fantastisch. Dit hebben we op school nog zelfs gespeeld. Ja, we hebben dit op school gespeeld. Ik herken die poppetjes ook ergens van. Ik denk ook inderdaad van een schoolspel. Van Garfield, denk ik. Nee, ik herken die, die groene. Die vos of zo. Die maar daarnaast weet je wat zit. Ik ga het met jou wel doen? Nou. Brutus, Maxim Brutus. Zo heet hij? Maxim, ja. Maxim. Maxim en Brutus. Wil je mijn krok pimpen? Oh, heb je een krok? Krok. Kijk hoe vet deze is. Ik heb deze allemaal gekregen van Samantha. Is dit de Knolpower Crocs Collection? Nee, dat was wel vet geweest. Maar... Wat is, waarom staat er dan Knolpower? Ja, dat heb ik gekregen, zeg ik toch net. Van wie? Samantha. Ja, van Samantha. Hoe heeft zij dat nou? Die heeft dat besteld. Ja, ze heeft dat gekocht van die zakjes. Dus ik doe nu gewoon op de ene doe ik knol. En als jij dan power maakt. Ja man, die had ik echt zin in. Ik dacht, wat ga ik vandaag doen op deze zondag? Nee, maar, ja, maar daarom komen wij ook langs. Met gewoon random dingen weer. Nee, maar ik heb iets anders nog. En dat vind je echt heel leuk. Ja, dat ga je leuk vinden. Ja. Ja, ja sowieso. Maar ik ga zometeen wel even duik nemen, want ik ben echt taai. Ja, je bent als moe, hè? Als je een uur of anderhalf uur volgens mij, als je dan langs loopt op zo'n vlooienmarkt... Ben je kapot. Dan word je helemaal... Voor? Wat? Wat doe jij nou weer, gast? Knolpoor. Hij is weer niet serieus. Och, moet dit serieus? Ja. Oh, trouwens, kun je dit even herhalen? Hij is weer niet serieus. Hij is weer niet serieus, zei je dat nou? Ja, hij is weer niet serieus. Ben jij met dingen serieus? Hier staat gewoon power hoor. Dat moet je gewoon lezen. Nee, maar als je die ede anders doet, dan kan je het makkelijker lezen. Als je die omwisselt. Maar dat is de bedoeling. Dat je dan knol ziet en dan knol! Poer! Hij is weer niet serieus. Hij is wel vet. Ik vind dat weer grappig hoor. Ja. Hij vindt dat ik zou dit doen. Maar zal ik het even serieus doen dan? Dat is toch vet dit? Ja, het ziet er wel cool uit hoor. Ja, deze vooral hè. Ja. Dat klopt ook. Ja, dat kan wel. Dat is wel vet, ja. Is toch vet zo? Dat heb ik gepimpt. Yo, shout-out naar Samantha. Ja, dat is wel cool. Ja. Oké, keihard. Ik ga even wat erbij halen. En ik wil heel graag dat je dat doet, bro. Want ik wil dat jij een mooi plekje krijgt in mijn huis. In ons huis. Ja. Een leuk plekje krijg je. Ja, je hoort erbij. Madame Tussauds. Zoiets. Ja, ongeveer. Ja, het heeft wel warm. Gisteren had namelijk iemand er nog over met mij.
Dat jij een wassen beeld moet krijgen. Ja, ik ging naar Madame Tussauds, ik hoop die jou te zien. Zag ik je broertje. Echt? Ja, ik sta nog steeds in Madame Tussauds Amsterdam, dames en heren. Ja, heel dik. En Madame Tussauds in Amsterdam, dat is de enige plek van heel Nederland waar je knolpauwkleding kan zien, kan voelen en kan kopen in een winkel. Zo. Nog steeds. Wai, joh. Ja. Ik wist dat helemaal niet. Elke maand wordt er bijbesteld, dus elke maand wordt er verkocht. Ja, dat is gek. Dat ja, is wel echt vet hoor. Dat is wel echt super gaaf. Dat is echt, dat is serieus zo. Ik ga even wat pakken. Speciaal voor jou. Goals, man. Ja. Die nieuwe knophouden zwembroeken. Ja. Ja, ik zie dat hij ineens die rooi heeft met die dingen. Ja, vind je die vet? Ik verzamel ze. Oh. Wat denk je dat dit is? Ik loop eigenlijk alleen maar die dingen. Dit is een, ik hoop ijs, want daar heb ik echt zin in. Nee. Oh, dit is waar je je hand in moet doen. Juist. En dan kan je dat met gips en dan zet je dat neer. Juist. En dan zo, toch? Ja, ja. Wat jij wil. Oh, wat cool, wat leuk. Mag ik hem openmaken? Ja. Oh, ja, ik zie het al, ja. We willen het klaarmaken voor je. Dan mag je hand erin steken. En dan mag je hand erin steken en dan ja, moet je bijvoorbeeld even 10 minuten of zo even zo je hand in hebben of iets. Ik weet niet precies hoe lang, 5 minuten, 10 minuten. Weet ik ook niet, ja, tot het hard is. Maar niet heel lang. Oké. Okay. Dus dat is zo gepiept. Dus er zitten instructies bij en lepeltjes, roeren, water, noem maar op. Ja, nou, leuk, doen we dat. Hier, step 1, create a mold. Ik weet alleen wat ik moet doen dan. Kijk. Ja, mag je zelf weten. Ja, of een duimpje omhoog, of een piece, of je doet zo. Ik weet het ook niet hoor. En dan kan je hem zo op vastpakken en dan kun je bellen. Ja. Wat hebben wij nu? We hebben van ons de piece sowieso. Ja, we hebben handen vastgehouden, we hebben de piece. En Thijs heeft ook de piece gedaan. We hebben ook Thijs zijn hand daar staan. Ja, je kan ook gewoon de piece doen. Dat gewoon iedereen... Ja, dat kan ook. Dat mag ook. Ja, dat is ook leuk. Ja. En we willen ook heel graag open oma nog. Als je die zo erin doet, dan daarna komt hij zo omhoog te staan. Ja, dat is echt leuk. Ja, dan kun je er ook wat in doen. Ja. Dat is geniaal. Ja, dat is top. Dus ja. Oké, nou, dan moeten we dat even mengen. Ja, we gaan dit prutje even maken. Ja, we hebben een zwembroek aan. Ze gaan straks ook even een duik nemen. Ik doe ook even zelf ook. Maar ik wil die ook. Die is vet. Ja, thanks man. Clean, hè? Ja, die is echt vet. Welke maat heb jij? L. Wil je deze twee ook? Nee. Nee? Nee. Heb je L? Ja, dit is maatje L. Ja, toch? Dat moet ik ook hebben. Nou, thanks. Gaan we fixen. Zal ik het klaarmaken voor je? Ja, doe maar. Let's go. Ready? We hebben hier het water. Juist. En deze zak moet erin. Ja. Dus eerst ongeveer 2/3 van de zak erin. Ja. En dan even iets van 10 seconden roeren en dan kan de rest erbij. En moet daarna Milan meteen zijn hand erin steken? Dat is wel belangrijk om te weten. Nou, er staat hier. Slowly at first and then mix good. Dat is altijd zo mooi. Als iemand wil voorlezen, dan beginnen ze zo. Slowly at first. 90 seconden moet je mixen, zie ik. Ja, en dan gewoon je hand erin inderdaad. Oh ja, je moet even een paar keer zo kloppen dat de luchtbelletjes eruit zijn. Een paar keer kloppen? Ja, met die bak zo. Oké, even een schaar. Maar ik kan niet zien hoor, wanneer dat erin moet, je hand van hem. Ja, ik denk gewoon meteen. Zal ik de mixer er zo inhalen? Oh, hè? Dat lijkt me niet handig als jij dat doet, want dan gaat het gewoon wel mis. Het is nu niet goed ingedaan. Jawel, maar jij drukt op een knop. Nee. Jawel. Ja? Ja. Nou, dat ging met de camera dan, denk ik. Hoe moet die draaien dan? Oh, ik had ze nog niet goed erin, of wel? Nee, ik had ze nog niet goed erin. Zie je? Oké. Ik had ze nog niet goed erin. Oké. Maar komt ie, hè? Dat dat wel even goed is om te doen, om even met een lange lepel even er doorheen te gaan. Misschien zo. Ja, dat kan ook. Even kijken of alles, ja, dat is sowieso wel ja, goed. Ja, zeker. Wow, super nice. Ziet er echt wel goed uit. Ja, nou top. Dan moet je nu even een paar keer zo op het aanrecht zo kloppen. Oké. Okay. Als je dat doet, dan komen de luchtbelletjes omhoog. Ja, dit doe je ook altijd met je melk. Met koffie, ja. Ja, met jouw kannetje. Die waren duidelijk, hè, die luchtbelletjes. Ja. Dus ze gaan niet echt kapot. Maar ik denk dat het wel goed is. Milan, ben je klaar?
Ja, wil je hem dan hier beneden hebben? Nee, hier tussen. Oké, okay, nu kan je je hand erin doen. Dit doen? Ja, als je hoe jij de pose wil en dan gaat het er helemaal omheen zitten en erin. Kan ik hem helemaal tot de bodem doen? Ja, 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 gewoon ja, zo ver mogelijk, ja. Ik vind het een beetje eng. En probeer je arm zo te houden, want dan komt hij recht omhoog te staan. Ja. Als je armen zo in doet. Oké, okay, doe hem er maar in, want dit duurt te lang. Gaat-ie, ja? Ja. Ja, goeie. Hele goeie. Ja? Ja, goed gedaan, hoor. Deze snelheid. Ja, nu moet je zo blijven. Ja, nu moet je zo blijven. Dit duurt echt wel een tijdje. Nee, van mee. Dan gaan wij even zwemmen. Help. Pimilan. Nee, dit valt mee hoor. Het gaat echt heel snel. Je voelt straks ook al dat het helemaal hard wordt eromheen. Zo snel, Milan. Dit is zo voorbij. Oh. Echt heel snel gaat dit. Oké, okay, het gaat zo voorbij. Help. Het is heel koud. Ja, klopt. Niet lekker? Even doorzetten. Je bent een grote jongen. Je wou toch graag zwemmen omdat je zo warm had? Klopt, ik word wel weer wakker hiervan. Je kan ook je polsen koud maken en dan krijg je je lichaam wat kouder dan. Ja, klopt. Dat heeft effect als je je pols onder de kraan doet, onder de koude kraan, dan krijg je het wat frisser. Ja, wat voor effect had dat toen je die tattoo zette op je pols? Ja, forever tatted, man. Ja. Maar ik moet niet veel bewegen. Nee. Het liefst niet, nee. Ik leun zeg maar zo op één middelvinger. Ja, dat is prima. Ja. Dat moet ik eigenlijk niet doen, hè? Eigenlijk een klein beetje ervan af. Want als je erop leunt, wordt dat recht. Ja, dat klopt. Maar ja, ik kon toen op mijn nagel leunen. Ja, ik niet. Nee. Nee, en bij jouw nagels zie je inderdaad ook eens zo'n klein recht stukje, omdat je er zo op leunde. Dat was gewoon verkeerd gegaan. Over nagels gesproken trouwens. Weet je wat een goed argument is? Er zijn toch wel eens van die ouders die zeggen dan, waarom koop je spullen in een game? Je koopt dan pixels in een pixel, weet je? Waarom zou je dat doen? Dan kun je gewoon... Hey, Harry. De stofzuiger van dat zwembad. Maar kijk, je ziet nu al dat het hier een beetje wit wordt, hè? Ja, sorry. Dus waarom koop je pixels in een game? Ja, laat nu maar zitten. Waarom koop je een game? Dat zijn pixels in... Nee, laat maar zitten. Nee, maar waarom doe je dat dan? Luister, ik wou kids helpen. Die ouders die het niet begrijpen waarom je dingen koopt in een spel. Of een skin op Fortnite of zo. Ja, nou vertel. Dan heb ik een supergoed argument. Als stel je vader of je moeder zegt dat van waarom koop je een skin in Fortnite. Dan heb je pixels die je koopt in een spel wat pixels heeft. Ja. Dan zeg je gewoon terug van ja maar bijvoorbeeld mam, waarom koop je nagels terwijl je al nagels hebt? Toch? Dat is een supergoed argument. Dus dan moest ik net denken met die nagels. Maar dat had net in de flow gemoeten. En nu moet ik het uitleggen en ben ik boos. Dat hoor je in mijn stem. Dus nu is het niet meer leuk. Nee, maar nu kan ik er wel goed over nadenken. Ik vind dat je wel een punt maakt. Ja, zeker. Ja. En heb je nog meer voorbeelden? Nee. Waarom doe je een onderbroek aan als je al een broek hebt? Weet je hetzelfde? Ja, weet je waarom het een onderbroek heet? Omdat het onder de broek aangaat? Ja. Ja? Ja. Weet je waarvoor dat dingetje is, dat kleine dingetje bij je spijkerbroek? Waar je een soort van muntje in kan doen. Oh, nee. Dat weet ik ook niet. Dat zakje. Ja, want je hebt vaak bij je spijkerbroek heb je een zak en heb je inderdaad zo'n heel klein zakje daar weer in. Ja. Waar is dat voor? Is dat voor je duim zo te doen of zo? Is dat cool uitzien? Nee, vroeger was dat voor je horloge, je zakhorloge. Dat hebben ze erin gehouden. Echt? Ja. Wow, dus jij wist het wel? Ja. Nice. Cool hoor. Ik ben stoer, hè? Ja, wist dat ook. Ik wist het wel. Zie je al dat het wit begint te worden? Ja. De roze kleur gaat al weg. En als het helemaal wit is... Je moet wel stil houden, hè? Ja, ik zie toch wel trillingjes. Ja, maar ik mag hem niet leunen. Nee, moet ik hem zo vasthouden. Cool. Kijk hem zitten. Ik denk dat het wel nu nog 2-3 minuutjes is en dan klaar. Ja, je hebt niet zo lang meer, hoor. Je ziet het echt goed... Ja, ineens laat je hem los. Ja, bro. Paniek. Kijk dan die kleur. Die verandert echt al. Hier zo. Ja. Ja, net was hij echt gewoon knalroze. Ik zak naar de bodem. Stop! Hoe wil je me tegenhouden dan, bro? Niet doen, Enzo! Ik moet nu lachen! Hoe wil je me tegenhouden dan? Stop! Die gips op die been. Nee, dat is geen gips. Stop! Nee! Enzo, je verpest je eigen kunstwerk. Nee, komt goed. Je hebt een mooie hand, bro. Komt goed. Ik vind dat ik als broer als laatste mag. Nee. Jij bent echt een van de top 5. Ja, je bent als... Ik ben de vijfde, bro. Nee. Als derde, volgens mij. Tweede, na Thijs. Ja, na Thijs. Tweede. Ja, helemaal. Thijs was de eerste. Nee. Dat is allemaal van ons. Ja, dat is allemaal van Enzo en mij. Eentje van mij, eentje van ons samen. Oh, ja. Allemaal andere mensen, maar nee. Dat zijn allemaal vrienden. Maar... Nee, alleen Thijs, die woonde toen bij ons. Dus ja, die hebben we toen ook meteen gedaan. Zijn allemaal vrienden, zijn wij. Ja, ik wou je gewoon lullig laten voelen, maar het werkt niet. Nee. Jammer. Maar wat was ook weer... Kijk, nu, straks had hij zijn hand eruit. Ja, dan ga je dan... daar gips in gieten. Volgens mij werkt dit helemaal niet. Waarom niet? Tuurlijk wel. Je kan elke pose doen die je wil. Het kan toch straks gewoon zo eruit? Nee, volgens mij werkt dat niet. Schat, dat is zo'n onzin wat jij zegt. Nee, want als je zo eruit gaat, dan haal je het los, toch? Dat maakt niet uit. Het mag ook scheuren. Want het gaat terug in zijn vorm. Als hij nu helemaal hard is, gaat het terug in de vorm. Volgens mij gaat dit niet werken. Jawel.
Milan, dit gaat. Auw! Wat doe je? Ja, ik kreeg in één keer een steek in mijn vinger. Een wesp? Nee, ja, gewoon zonder gestoken te worden. Het is gewoon karma voordat je dat met je middelvinger hier opgesmeerd hebt. Ja. Nee, gewoon raar. Nee, wel, is wel karma. Apart, je wordt nu echt hard, zie je dat? Voel je dat ook? Zo in en weer gaat. Nee, je moet niet in en weer gaan. Nee, dat is waar. Oké, we komen zo terug als het... Ik blijf zitten hoor. Ik blijf zitten hoor. Hoe lang denk je dat je nu zit? Want ik filmde precies toen we hier waren. Vijf minuten. Nee, al langer. 6,5 minuut. Ja, zijn we aan het filmen. Ja, het begint hard te worden nu. Wow. Ja, ik moet even voelen en dan moet ik het ergens kwijt. Ja, je hebt een hele mooie zwembroek aan. A few moments later. Dames en heren, hier. Voel je dat? Ja, nu kan je niet meer aan zijn benen afsmeren. Nee, het is alleen... Oh, het is echt koud. Kijk hoe hard het al is. Dit is goeie, man. Ze is echt ziek. Ja, ziek. Nou, kom er maar uit. Ja, ik denk dat het klaar is. Heel voorzichtig. Voorzichtig. Ja, eerst een beetje wiggelen. Dan voel je dat je hand een beetje losgaat. Kijk, John Wick. Wiggle. Juist. Wiggle. Dat moet je even een beetje doen. Het is apart, hè? Je hebt van tevoren geen babyolie opgedaan. Nee, dat heb jij niet gedaan. Het ziet nee. er wel echt mooi uit. Moet ik dat doen? Nee, hoeft niet. Maar als ik nu... Ja, en nu kan je hem langzaam eruit laten glijden. De baby wordt geboren. Oh, dat voelt zo raar dit. Ja, kom je eruit? Ja, 3 maanden te vroeg, ik zie het al. Nou, dan gaan wij hem even bewerken. Ik krijg hem niet eruit. Oh nee, zo zit ik echt vast. Er moet een beetje lucht bij komen, dan gaat hij... Je moet een beetje heen en weer wriggelen. En dan komt er lucht bij inderdaad. Oké, ja, ik voel dat ik een beetje loskom. Oh, ik zie ook, ik voel ook waar ik hem moet volgen. Ja, dat is goed. Voor mijn vinger. Oh. Ja. Oh. Oh, hij komt! Ja! Oh. Ja, hij is goed! Ik denk het wel. Ja, zeker. Nou, gaan we nu het gips maken. Geniaal, hè? Ja, top. Ja, je ziet gewoon die vingers helemaal zo. Dat is echt geniaal. Nou, dan gaan we even vol schenken. Ja, dan hebben we jouw DNA nu. Ja, jouw vingerafdruk. Oh, dit is echt lachen, hè? Oké, even kijken. Wat moeten we dan nu doen? Echt leuk. Ja, dit moeten we echt bij opa en oma ook doen. Lijkt me zo leuk om hun handen ook te hebben. Maar oma en dit. Ja. Oma stilzitten. Even 10 minuutjes. Oh, dat... Ja, ik denk dat het wel echt 13 minuten was dit. Ja, ik denk ook wel. Een dikke 10 minuten in ieder geval. Laten we zeggen maximaal 1 kwartier. Ja. Ja, wat is nu? Nu moeten we dit gips maken. We moeten even weten hoeveel 875 milliliter moet daarbij. Oh, het staat hier gewoon op. Ja. Ja, 875 milliliter koud water. Ja, en dan gewoon erin gieten daarna. Ja. Nice. Nou, dan gaan we dat weer doen. Ja, let's go. We moeten nu alleen even een iets hebben waar we in kunnen mixen. Heb je dat? Gewoon gips op wat maken ze. Ja. Ja, dat is beter. Dan is dit gewoon wat het is. Ja, dan kan je het hierin gieten. Ben je er klaar voor, bro? We gaan gieten. Ja, gieten. Leuk. Dat hebben we gewoond, hè? Gieten. Ja. Ik doe het wel weer hierin, ja? Ja, slim. Gaat die, dames en heren. Nou, wat in? Ja, of moet ik zo'n laagje doen? Helemaal een laag. En dan daarna erop bij. Ja, dit kan je er wel afbreken straks, want het is wel, ja... Ik denk dat we het best zo kunnen laten, want hij heeft nu het al recht gedaan, hè? Ja, staat die bak horizontaal? Of helemaal... Doe iets meer erbij voor waterpas. Ja, prima. Kijk, want uiteindelijk hoeven we maar dat stukje eraf te halen. Ja, precies. Kunnen we afbreken, ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Dus dan moeten we deze nu 2-3 uur laten staan. Ja. Waar kunnen we die het beste laten staan? Ja, zeg maar ergens neer, maar op de grond of zo, ergens in mijn kantoor. Oh, in mijn kantoor, ja, dat is goed. Nou, voilà. Nou, super. Dan zijn we over een paar uurtjes terug. Ja, gaat het nu al rechter, dus dat ding is niet recht. Nee. Grootsteen. Het loopt een beetje af, het is alleen maar goed, dan gaat het water weg, hè? Ik klacht niet meer, de keukenboer. Ja, maar dit is perfect. Dan hebben we nu de... met het cirkeltje gemaakt en dan gaan we even de keuken hier opruimen en dan gaan we even lekker de duim nemen. Hoeveel seconden denk je dat het duurt voordat je in het water zit? 2 seconden? Ja. 3, 2, 1, go! Hij duikt ook gewoon. Ja, dat was lekker. Ja, dat was wel snel hoor. Ja. Niet normaal. Was het 2 seconden denk je? Ja, denk het wel. Water lekker? Ja, water is super goed temperatuur. Klopt. Ja. Nou, Milan ook even een duikie. Ja, ik ben benieuwd of Milan het kan verbreken. Oh,
gewoon zin in. En dat Milan zo struikelt en zo vol met zijn hoofd tegen die witte kast zo komt. Oh. Nee, jij kan dit wel, bro. Ik denk echt dat je snel bent. Ja, Milan, nu zit de stofzuiger wel aan de andere kant. Vanaf waar? Hier toch? Ja, vanaf met je voet tegen die muur. Dus ja, beter zet je verstandig af. Ja, ik ging in de... Wat denk ik? Ik geef je alleen maar tips, man. Beter zet je af en ga je in een... Beter... Nee, maar zo. Je kent dit toch? Ja, dat was laatst een short van Milan. Dat hij zo zijn kont omhoog deed. Zo. Zo. Ja. Ja. Oké, okay, ik tel af, ja? Ja. 3, 2, 1, go! Wat een airtime! Je nam veel te veel airtime omhoog. Ik dook echt recht zo die gif. Hij was al 2 seconden in de lucht. Ja, hij, ja. Was het niet vanaf het afzetten? Nee. Oh, nee, wie het snelst in het water. Oh, ja. Wel maar 1 keer dan. Ja, ik doe Milan na. Wie het snelst in het water is. Oké, gaat hij nou? Ja, oké. 3, 2, 1, go! Ja, die was wel snel. Die was wel snel. Ja. Heel snel, ja. Nou, nu ben ik benieuwd wie de snelle was. Ik ben ook benieuwd. Dit is het enige geluid van vliegtuigjes wat je hoort, hè? Die trekken weer die zweefvliegtuigjes omhoog. Ja. Ja, er zijn best wel veel mensen blijkbaar die zweefvliegtuigjes vliegen. Ja, oh, vet. Zweefvliegen. Zweefvliegtuigjes vliegen. Zweefvliegen. Die jij zegt die zweefvliegtuigjes vliegen, ja. Maar het is gewoon die zweefvliegen, toch? Dat heb ik nog nooit gehoord. Zweefvliegen. Dat was wel hoog, ja. Milan, wat is het werkwoord van een zweefvliegtuig? Zweven. Wat is het? Als je gaat vliegen in een zweefvliegtuig, dan zeg je toch, ik ga zweefvliegtuig vliegen. Of zeg je, ik ga zweefvliegen. Ja, ik ga zweefvliegtuig vliegen. Ja, zie je, dat denk ik ook. Jij denkt, ik denk zweefvliegen. Zweefvliegen, denk ik. Hoor je dat? Ring. Ja, hallo. Noem het zweefvliegen. Oh. Ik ga het wel even opzoeken. Bommetje. Oei, oh, yo. Het hele bad te rollen. Dat is hoog. Ja, die was wel hoog, ja. De voegen eruit, top. Jongens, ja. Ik heb het even opgezocht. Zweefvliegen is vliegen in een zweefvliegtuig. Ja, dus je gaat zweefvliegtuig vliegen. Ja. Nee, zweefvliegen. Ja. Oh, Miron, doe dat niet zo. Het is wel zo. Zweefvliegen... is vliegen in een zweefvliegtuig. What the fuck? Ik heb gewoon gelijk. Wat zegt ze nou? Huh? Huh? Ik ben zo in de war. Nee, het is zweefvliegtuig vliegen. Nee, zweefvliegen. Zweefvliegen? Ik zoek dat toch op? Jullie zijn me aan het naaien. Nee, maar... Zweven. Vliegen, zweven, maar als je gaat vliegen, als een vlieg, dan ga je zweeftuig vliegen. Nee, zweefvliegen. Ik denk dat je gelijk hebt, Milan. Je gaat toch ook niet, kijk, als je gaat autorijden, ga je toch ook niet auto in? Dan is het toch ook autorijden? En niet, ik ga auto in. Schat, ik heb het opgezocht. Ja, waarom doet die vlieg op mijn neus zitten? Wat doet die vlieg? Je hebt stond gegeven, niet? Twee zelf niet. Wat? Maar ze zitten de vliegen op mij. Op je tepel. Lekker, man. Ja, dit is die ene die mij nog volgt vanaf het ontbijt. Ja, denk het ook. Denk het ook. Au, Suramamu! Niet zo hard, man. Hij slaat zichzelf heel hard. Hij haalt die vlieg niet eens dood. Oh. Kan jij duiken zonder te duiken? Hij dacht niet eens na. Heb je dat al eens gedaan? Ja, vroeger wel eens, denk ik. Ik nog nooit. Je moet oppassen met de bodem hoor. Een dolfijntje. Kijk, als je dan dit doet, dat is zo raar. Oh, ik ga duiken. Het ziet er super vaag uit, maar je gaat daar wel heel snel aan de bodem. Ja, dat is ja, goed. We hebben dit wel eens gedaan. Wow! Hij miste ook gewoon. Ik miste hem compleet, hè? Ja. Wat heeft hij wel eens gedaan? We hebben dit wel eens gedaan, Milan. Net op.
Ik ga er niet eens op in. Nee, ik bedoel dit. Weet je wat heel leuk is? Ja, ik weet precies wat ik ga doen. Dit, hè? Zo. En dan laten vallen. Ja. Heb je dat ooit gedaan? Ja. Dat is raar, hè? Ja, dat is gek. Andersom is het best. Als je dit doet... Kijk eens thuis, als je dit doet en je laat je dan vallen, dan ga je onder water en dan ben je heel even je evenwicht kwijt. Maar je moet je knie ook helemaal vasthouden dan, hè? Ja, je moet zo. Ja. Auw! Doe jij achteruit? Hoe je? Ja, achteruit, durf je dat ook? Ja, maar je zet die af. Ja, dat klopt. Ja, je moet die niet afzetten. Je moet die laten vallen. Doei! Nee, jij zet die af. Je moet niet afzetten. Oh, als je je laat vallen, gaat het al goed? Tuurlijk. Ik heb het nog nooit gedaan, denk ik, achterover. Ah ja, er gebeurt niks. Nee. Ja, het ergste wat kan gebeuren is dat je op water valt. Nee, maar je hebt ook een bodem. Ja, maar... Ik doe wel dit, want ik krijg laatst wat water in mijn neus. Kun je het doen? Ja, ja. Wel even achter. We zijn nog steeds op elkaar van. Waarom ging je niet? Ja, jij telt nog geen eens af. Dus we gaan, hè? En toen ging je al. Waarom moet je voor alles afstellen? Voor rennen, voor alles. Dat heet spanningsopbouw, Milan. Ja. Dat heet reclame. Oké, ja, dat doe ik niet. Oké, 3, 2, 1 en dan... Ja, 3, 2, 1 en dan? En dan doen we eerst een wap en dan... Nee. Oké, dus 3, 2, 1 en dan laat het vallen. 3, 2, 1. 3, 2, 1 en dan gaan. Ja, doe maar. Oké. Nee, wacht. Kijk, hij gaat op Milan's gezicht zitten. Oké, 3, 2, 1, go. Ik kom helemaal niet op de bodem. Ik kom keihard op mijn nek en mijn rug. Nee, je komt op je rug inderdaad. Echt? Ik niet. Ging jij om? Maar ik sprong niet. Maak die een salto achterover? Nee. Nee, maar dat is dus de bedoeling. Ja, maar dat gebeurde niet. Oh, dat heb ik wel mooi gedaan. Nee, maar dat bedoel ik dus. Oh, normaal ga je dus op je knieën zo, op je hurken. Oh, dan ga en dan doe je voorover, maar nu doe je achterover. Kwam je op je nek? Ja. Ja, maar je moet weer een balletje maken. Meer een rondje. Dan gebeurt het niet. Dan rol je erin. Oh, zie je nou? Hij maakt geen rondje. Nee. Dat lukt mij niet. Nee, want je zwaartepunt zit dan aan de andere. Je klopt gewoon achter. Oh, dat was zo raar. Ik was helemaal de weg kwijt. Ik was echt helemaal de weg kwijt. Nou, doe nog één mooie sprong als afsluiter. Doe ik dat ook en dan gaan we er vandoor. Geef mij een high five als ik hier zo de wap doe. Nee, ik doe het gewoon op die reetslag. Hoe kun je? Je doet dat gewoon af. Zijn teen kwam dubbel volgens mij. Dat kan ik sowieso niet. Je wilde tussendoor springen? Nee, dat niet. Nee, jij sprong net bijna tot daar. Ja joh. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Nee. Jawel. Nee. Bro, ik laat jou één keer zien hoe hoog ik spring. Nee, doe ik niet. Hoi, je hoort ook echt een klets. Ja, op mijn rug. Ik ga niet zo licht. Nee, maar ik laat je één keer. Ik wil wel zo licht. Dan niet van zo. Die was zo hard. Maar jij kletste ook hard op het water. Ja, maar ik kwam ook zo aan. Oké, te mooi. Ga me even opdrogen. En dan gaan we ons langzamerhand een beetje klaarmaken. Yes. Oh, zo lekker dit. We zijn thuisgekomen en kijk eens eventjes wat hier in de hal al klaar ligt. Paspoort nummer 1 en paspoort nummer 2. Nu heb ik ook nog het roze paspoort, het noodpaspoort. Maar hoef ik niet mee te nemen. Dit is mijn officiële. Dus die ligt klaar. Ook al moet ik zeggen dat de reis die we gaan maken, daar heb je alleen een ID-kaart voor nodig als het goed is. Want het is gewoon in Europa. Maar alsnog paspoort...
kan altijd gewoon nuttig zijn. Moet je het niet kwijtraken natuurlijk als je eenmaal daar bent. Voor de terugreis weer, anders moet je weer een noodpaspoort aanvragen. Maar goed, we hebben hem in ieder geval al klaar liggen, dus het gaat helemaal goed komen. Myron die gaat nu eventjes een paar dingetjes fixen, zoals de koffer inpakken. We nemen niet heel erg veel mee, we blijven ook echt niet een week weg of zo. Het zijn een paar dagjes, maar het gaat wel superleuk worden. En ik heb mijn Pokémon blouseje weer aan, zoals jullie zien. Paar Pikachu's erbovenop. En ik heb dan ook hier in de studio alles al klaar liggen. Dus ik heb hier allemaal Pokémon tins die ik ga openmaken. Ik heb hier andere Pokémon packs. En nog een paar daagjes en dan komt een nieuwe Pokémon serie uit. Daar heb ik echt super veel zin in. En die heet Lost Origin. En die ga ik dan sowieso ook openmaken. Maar goed, dat is voor een andere keer. Ik ga nu gewoon even livestreamen. Het is nu 3:15 en ik kan livestreamen tot 5:00. Dan moet ik echt stoppen, want dan moeten we dus echt vandoor naar Schiphol. Want het is waarschijnlijk nog steeds drukte. Chaos. Dus ja, ik ben zo terug. Ik ga even nog livestreamen, mensen entertainen. En dan kom ik weer terug bij de vlog. En daar zijn we weer, dames en heren. Het is 5:30 en ik ben er helemaal klaar voor. Alles ingepakt, alles ready. Als het goed is, niks vergeten. Oplader van de telefoon. Camera, extra batterijen, 360 camera, normale camera, kleine camera. De hele mikmak bij elkaar. Ik zal even open doen. Milan die staat voor de deur. Nou, die is perfect op tijd. Die zou je 5:30 zijn. Dus super nice. En we hebben ook nog eventjes avondeten hier. Dan hoeven we niet te haasten op Schiphol en daar ergens eten te zoeken. 5:30 is op zich ook prima etenstijd. Dus we hebben hier lasagne van Aldi, dames en heren. Mijn lievelingseten. Met nog een kwakje spinazie erbij. Super lekker. We gaan even lekker smikkelen. En dan mag Milan dat hand eruit gaan halen. Dus ik zal hier even de lamp aanzetten. En dan kan Milan even goed gaan knutselen. Het is dan ook ongeveer 3 uurtjes geleden dat we dat hand bij Milan erin hadden gedaan. Yo bro. Zijn we weer? Ja, perfect. Ik zou zeggen, zet meneer hier op het aanrecht. Ach, eten. Ja, dat is heel gemeen, hè? Dan? Ik heb ook lasagne vanavond. Ja, ook lasagne van Aldi. Ja, maar ik dacht niet eens voorgerecht mee. Heeft hij een kwarkje in zijn zak? Hij heeft zelfs een lepel meegenomen uit zijn zak. Haal ze ook in één keer tevoorschijn hoor. Ja, zo zou het ook kunnen zijn. Dat is goed hard hoor. Oh, ja, is dit goed hard? Oh, er zit wel een laagje water. Ja. Nou, dat zal wel goed zijn dan. Maar daaronder is je hard. Ja, dan kunnen we dat stukje water kunnen we even eruit doen. Hallo, ik heb het filmen. Nou, dan moeten we nu deze op de kop doen. Is die al goed? Ja. Ja? Ja. Denk het. Wil jij dat doen op de kop of moet ik het doen? Nee, doe jij maar, want als ik het verpest, dan heb ik het weer gedaan. Nee, ik weet niet. Hoe voelt hij dan? Goed. Ja, maar wel een beetje zacht hoor, als je met je nagel zo doet. Ja, maar dat moet je dus niet doen. Oh nee. Dat moet je dus niet doen. Misschien moeten we dit doen als we terug zijn. Nee, schat, want hij mag niet 24 uur langer erin zitten. Klopt. Ja, als jij me wil filmen, bro, ik gooi het meteen om en let's go. Nou, gooi me om, let's go. Kan niet wachten. Ik ben wel oprecht benieuwd hoe dat eruit ziet. Ready? Ja. Zo. Dat was hem. Ik hoef helemaal niks te doen. Wat? Hij is wel een beetje nat. Ja, maar dat maakt niet uit. Doe maar al die stukken weer terug in die emmer. Nu is het letterlijk gewoon, en dit is super, 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 super satisfying. Het is gewoon letterlijk, we kunnen ook een mes pakken en dan kan je alles zo gaan snijden. Oh. Af. Dus het is zacht. Ja, want jouw cementhand zit hier dus in. Uh-huh. En nu moeten we, hè, als een professional, moeten we gaan sculpen. Oh, en dan heb je daarom dit heb je die appeltuur. Dus dan moet je dit ervan afhalen, schrapen en zo. Oh. Dus dat is wel sick. Moet ik dat nu doen? Basically, I'm gonna talk English now halverwege, gewoon midden in mijn sentence. Ja, ik heb ook een hekel aan als mensen dat doen, maar ik doe het niet te veel. Het is gewoon alleen even één woord, zo van basically, we can do this nu, hè? Okay, even kijken. Ja, maar één woord, heel goed. Ik maak altijd van random dingen. Moet ik dat doen, of wat? Ja, ik maak even van random dingen een statief, want dan kan ik deze hier neerzetten. Dan kan ik me verder eten. Kijk, dan kunnen we op deze manier kunnen we gewoon dat hele ding gewoon murderen. Ben je er klaar voor? Ja. Oei, kijk hoe satisfying dit is, bro. Zie je dat? Mm. Hier. Hoppa. Hey, man. Mag ik eens proberen? Ja, zeker. Dit is uiteindelijk jouw hand wat erin zit. Maar je moet dus oppassen, want waar je hand ongeveer zit, dan moet je niet tegenaan snijden, hè? Bro, dat gaat soepel. Bro, dit kan zo'n viral TikTok worden, man. Ja. Dit is te satisfying. Oh. Ik wou even een laagje eronder doen. Oh, volgens mij zit hij hier nou al. Ja, je moet echt oppassen, bro. Als daar jouw hand zit, jouw vinger. Hoe weet je dat dan? Ja, dat is dus gewoon een kwestie van ongeveer als ze een kunstenaar zijn. Als je dat vaker doet. Gok of zo. Hoe ga je dat snijden? Ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon heel mooi dat dit kan. Nou, weer een lap. Kijk nou, dit is toch bizar. Maar kijken.
Kijk hoe dun plakje ik op kan doen. Ja, maar bro, dit gaat uren duren en we moeten ook nog een vliegtuig halen. Oh ja. Dus misschien is het... Jij, nice. Hè? Jij. Wil je ze aan deze kant mooi snijden? Wow. Yeah. Dit was heel satisfying. Oh, ik voel iets. Ja, dan moet je niet doorsnijden. Nee, ik ga juist die kant op, zie. Wat sick, hè? Ja, echt kleine plakjes doe jij, man. Kijk, dat bedoel ik. Ja, maar dat is niet expres. Alleen moet ik het groter doen. Alleen, ik ben bang dat ik dan erin snij. Zit die dan niet? Weet ik niet. Het is wel echt fijn om te doen, hè, dit. Ja. Het is een beetje alsof ze een grote kaas snijdt. Dat geluid ook wat erbij komt kijken. Dit wordt een grote. Ach, ach, ach. Kijk hem gaan. Daar gaat hij. Ken je die brood die dan zo omvalt? Die is echt meer dan 60 miljoen bekeken op YouTube. Echt? Ken je dat niet? Nee, ken ik niet. Plak je brood, iemand snijdt dat af en dat brood die staat dan zo. En dan heel langzaam zie je hem zo gaan en dan valt die brood valt om. En dat is het hele filmpje, 9 seconden of zo. What? Brand Falling of zo heet dat. Het is 60 miljoen keer bekeken, dat je denkt wel. Ja, bizar is dat hoeveel sommige dingen kunnen worden bekeken. Maar nu moet je... Net zoals mijn vlog, zeg, bizar. Ja, dat is niet satisfying. Oké, bro, weet je wat? Ik zet de camera neer. Goed of niet? Ja, jij doet maar snijwerk. En als je die plakken dan zelf in die emmer doet, dan kan ik even mijn lasagne eten. Bro, het komt in ons eten, man. Pas nog op. Dit is een vlieger. Zo. Zo. Ja, ik ben bij een vinger. Ik heb een vinger. Ja? I have a finger. Misschien moet je dat met een stokje doen, hè? Ja, dat komt goed. Ik ga er eerst een beetje omheen proberen. Hier hebben we vingers. Ja hoor. Nog 2 vingers. Kijk nou. Vind je het leuk? Ja. Ik vind het wel iets hebben. Het is een beetje alsof er zo'n doner kebab, weet je wel. Zo'n shawarma tent, zo langs waar je afsnijden bent. Maar dit kan je nu niet eten, dus dat is een beetje jammer. Kijk nou. Dat is die onderkant. Wow. Kijk nou. Het laat er best wel goed los. Kijk nou. Ja, zie je, kan het altijd wel een beetje zo wegtrekken. En very geconcentreerd, man. Nee, man. De laatste keer dat ik zo geconcentreerd was toen ik 1000 puzzelstukje in elkaar moest zetten. Ik ben zo benieuwd of dat rondje gelukt is. Sowieso. Maar het is wel echt ziek inderdaad. Je ziet al die rimpels lijnen lopen. En... Kijk nou. Zo clean, bro. Eerst een... Zo, kijk je op duim, gek. Die is realistisch. Ziet er echt goed uit. Mm-hmm. Wow. En hier moet ik voorzichtig zijn. Wow, dat rondje is goed gelukt. Nice one. Lekker hoor, bro. Ja, dit ziet er vet uit. Ja hoor, daar gaat hij. Wat vet. Kijk. Het is toch ziek dat het zo gedetailleerd is, joh. Oh, ha, die zat erin. Ha, je keek. Wow. Hier zit nog een beetje spul, hier zo tussen. Tussen die laatste, ik weet niet of je dat kan zien, maar hier. De vingers zitten net niet goed genoeg te... Sorry. Oh, kut, ik maak het alleen maar erg. Oh, jeetje. Sorry, jongens. Top. Oh, dat ik ook nog. Is er gewoon een spul ingekomen of zo? Gadverdamme. Voor mij was een stukje van dit in mijn kark geschoten. Nou ja. Als je weet niks van me hoort op social media, dan weet je genoeg. Nou, laat zien, bro. Hoe is ready, man. What? Oh my god. Hij is echt goed gelukt. Alleen mijn vinger.
Oh ja. Ja. Dus omdat ik hem in het begin had ik hem erop staan. Ja. En daarna hield ik hem er vanaf. Maar dat maakt echt niks uit. Ja, maar zo is jouw vinger gewoon toch? Mijn vinger is nu gewoon zo, ja. Bro, dit is zo goed gelukt hier, dit. Ja. Dat is ziek. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou lukken. Heel nice. Al die bultjes die je op ziet, die moet je dus een beetje zo eraf pilken. Zo. Ja, er zit een schuursdingetje daarbij. Ja, en die peperclip en zo, kan je dat een beetje zo met die puntjes doen. Ziek is dat, hè? Maar anders zet je hem nu in de kast en dan ga ik hem later als we terug zijn, gaan we hem helemaal mooi bijwerken. Ja, dat is goed. Ja, moet je ook niet te hard doen, zie ik. Nee, want dan, nee, want dan gaan die rimpels en alles weg. Maar mag ik hem eens vasthouden? Ja, dat is vet. Dat is echt vet. Boy, yo. Is gewoon Milan's hand. Echt zo leuk. Ik gewoon al die aders en zo die je hier ziet. Het zit er zo vast, de drukt er zo vast tegenaan. Klopt. Dat is echt sick. Nou, hij kan in de kast daar zo erbij. Zelfs dit kleine gleufje hier. Ja, die heb ik net schoongemaakt. Want er zat allemaal wat tussen. Oh ja. Dat is echt sick. Dat ziet er echt mooi uit. Wauw, clean. Kijk dan. Heel vet. Ja, als je hem dan zo hebt staan. Oh, zo zet je hem neer. Ja. Wow, zo staat hij. Hij is wel vet. En als je hem helemaal inzoomt. Ja, sick hoor. Kijk dan. Wat. Ja, dit is echt zo. Zo is hij gaaf. Vet, ja. Zo is hij misschien wat mooist. Ja. Echt dik. Ja. Heel cool. Nice. Hey, kom joh. I say boom boom boom, I say weho. Dames en heren, we zijn bij Schiphol. En als ik zo kijk, dan is het helemaal niet zo druk. Ik zie wel een paar oranje petjes en een paar Verstappen shirts. Want Verstappen kom. Die is... Nu. Hey. Lul. Hey, kom al. Verstappen die heeft gewonnen in Zandvoort. Super nice. Echt heel erg sick. Niet normaal. Wat die man allemaal doet, respect. Goed. Ik ga er eens even uit. Weet je waar we heen gaan? Formule 1, Zandvoort. Ja. Hadden we net ook. Hebben we er zin in, schat? Ik heb er heel veel zin in. Nice. Heel vet. Nou, dan ga jij toch lekker. Nee. Ga ik al mee. Ja, zal ik naar huis gaan? Ja. Nee, ik heb er ook echt super veel zin in. Ik heb heel even een half uurtje geslapen in de auto, net wakker. Dus vandaar. En ja, let's go. Let's move. Oké, wow, hey. Bro. Dankjewel, man. Veel plezier, man. Thanks voor het brengen. Ja, yes, doe de groetjes aan de Grieken. Doen we? Is goed. Ja, man. Kun je nog iets hebben van ons als cadeautje als we terugkomen? Dat jullie gezond en wel weer thuiskomen. Dat zou het beste cadeau zijn. Je wordt echt oud, hè? Vind je niet iets? En een Porsche Boxster. Ik weet niet of hij mee kan in het vliegtuig. Als we nu spoor, dan laat ik nee, joh. Helemaal niks. Iets Grieks. Helemaal tevreden. Ik ben helemaal tevreden, joh. Ja, joh. Je ziet er ook zo gelukkig uit altijd. Ja, we kunnen misschien wel stiekem zo'n stukje van Pantheon meenemen. Zakje Haribo. Nee, dat moet je niet doen. Okay. Dan krijg je een zware boete. Ja, dan, waarom zeg je dat in de vlog? Dat boost op de auto. Ja. Nou goed, wij gaan er vandoor. Ciao, ciao. Pak de spullen dan. Rustig aan. Goed. Zie je. Heb jij echt alles? Ik heb echt alles. Telefoon is belangrijk. Rustig aan, man. Nee, rustig aan, man. Veel plezier. Ja, ik ga je gewoon missen, weet je. Ik vind het wel moeilijk om weg te gaan. 4 dagen. 3. Ah. Oké, okay, groen. Nou, daar zijn we, dames en heren. Vertrek al 2. Let's go. Nou, mooi die zonnebloemen. Ik zie al die bloemen. Ja, dat zei ik ook net. Heel veel wespen bij. Ja, wat is het nou? Zitten er nou wespen of bijen bij? Allebei. Oké, okay, we hebben alles gehad. Het wachten en de douane. En we zitten hier nu. We hebben even chipjes gehad, we hebben drinken gehad. En we hebben het heel erg slim aangepakt, vind ik. Want we hebben geen grote koffer meegenomen. Dus we hebben allebei een handbagage. We gaan eigenlijk maar 3 dagen weg. Dus het is vandaag zondag. En we komen over 3 dagen weer terug. Dus dat is echt ideaal. Dus ja, dan hebben we eigenlijk helemaal geen grote koffer nodig. Dus daarom hoef ik ook niet in te checken. En uiteindelijk ook als we landen te wachten op de grote koffer. Dus dat is het beste wat er is. Dus ja, we gaan nu denk ik richting de gate. We hebben even wat koffie gehad. En we moeten 4:20 vliegen. We komen om 1:30 in de nacht aan. Dus sommigen vinden het chill, sommigen niet. Ik denk dat het wel relax is. Want ja, je bent sowieso na het vliegen eigenlijk altijd wel een beetje soort van moe of klaar of zo. Dus dan is op bed liggen wel even chill. Helemaal als je dan kan slapen. 1:30 s'nachts komen aan. Weet je al hoe het rijden is naar het hotel? Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Als het 20 minuten is, dan is het dichtbij. Als het een uur is, dan zijn we om 2:30 pas bij het hotel. Ja, wel, ja, het vliegveld is natuurlijk niet in
de stad. Nee, dus het is sowieso wel even rijden. Ik denk een half uurtje, eerlijk gezegd, 3 kwartier misschien. Maar goed, komen we achter. We houden jullie wel op de hoogte. Maar we gaan in ieder geval nu richting de gate. Dus over een uurtje vliegen. Dus, over een uurtje boarden. Of nee, een uurtje vliegen. Ja. Ja, goed, we zien het allemaal wel. Komt goed. We zijn in ieder geval dik op tijd. Dus dat is mooi. We zitten hier ook al in een half uurtje. Dus. Oh my god. Check dit, dames en heren. Er loopt hier gewoon een muis op Schiphol. Is gewoon een muis. Kijk dan, er zit gewoon een muis daar te eten. Oh my god. Zie je hem dat eten pakken? Kijk hoe klein die is. Ik zal gewoon in één keer rennen, jongen. Ik ga proberen naartoe te gaan, ja? Ik ga hem niet pakken. Yeah. Oh, hij zag me meteen. Ja, hij is zo snel. Nasty, man. Muis hier op Schiphol. Nou goed, we kunnen inchecken. C16, let's go. Dames en heren, we zitten in het vliegtuig. Het is 9:15 gezondheid. We gaan over 4 minuten vliegen. Tenminste, dat is de bedoeling. 4:20. We hebben allebei een serie gedownload. The House of Dragon, een nieuwe serie van Game of Thrones. En dat wordt vast wel heel erg gezellig. Ja, gezellig. Maar de serie kijken. Ja. Maar dezelfde serie. We hebben chipjes gehad. We hebben chocolaatje. Dus we hebben gewoon een soort van filmavondje. Ja, dus dit wordt helemaal top. Dames en heren, we zijn er. Athene. Athene. Hier is, dat hadden we nog helemaal niet gezegd. Hè. Is maar leuk, daar zijn dat we hadden nog helemaal niet gezegd. Nee, de vlog nog niet. Maar als je Instagram story van mij checkt of van mij of van KP Active, dan had je het al wel kunnen zien. Maar goed, hier zijn we dan. In Athene inderdaad. En het voelt voor ons dus als 1:05 in de nacht. Maar het is hier dus 2:05 in de nacht. Want we waren allebei even vergeten dat het een uurtje verder is in de tijd. En daarom was de vlucht ook 2:03 in plaats van 4:20 zoals we dachten. Maar goed, we zijn er. Dachten 4:20. Ja, dat had ik gezegd in de vlog. Oh. Omdat ik ging uitrekenen qua opstijgen en landen, maar dat klopte dus niet. Nee, 2:03 onderweg geweest. Yes, dus daar zijn we. Stoppie. Oh, we gaan een paar mooie dagen tegemoet, dames en heren. Echt heel erg veel zin in. Het is wel bloody hot hier. 32 graden elke dag waarschijnlijk. Het is nu 23 geworden, ik weet. In de nacht 23 graden. Ja, daarom hebben we ook expres een korte broek aangedaan. Want we dachten, het is gewoon warm in de nacht. Dus kan prima. Ja. En we hoeven dus nu niet te wachten op de grote koffers. Dus we kunnen in één keer naar het hotel, want dat is 3 kwartier rijden. Nee, daarom ook gewoon een broek. Want we willen zoveel ruimte hebben voor de lange. Ook dat nog inderdaad, ja. Nu kunnen we het gewoon allemaal makkelijk meenemen zo. Nou, het was echt gewoon een fijne vlucht. Zeker, ja, we hebben een serie gekeken en beide afleveringen duurden bijna een uur, dus... Ja, klopt. We hebben niet alleen House of Dragon gekeken, maar ook Rings of Power van Lord of the Rings. In één keer uit het niets, tenminste voor mij, want ik had het verder niet bijgehouden, komen er 2 zieke series uit, dus ja, wel even... Oké, nu gaan we voor onze lift zoeken. Daar gaan we, dames en heren. We gaan met de taxi. Hoppakee, ik ben er klaar voor. Ja, dankjewel. Zo, het lijkt naar kou van hier. Hele heftige geur. Lekker hoor. Stokjes of zo. We waren nog niet in paniek geraakt, maar we dachten heel even van hey, er zijn allemaal mensen met van die telefoontjes en briefjes die ze uitprinten van namen erop. En we zagen onze naam niet staan. Alleen, ik denk dat deze meneer dacht dat we koffers hadden. Want ja, dat duurt natuurlijk altijd sowieso langer. Dus we hebben heel even gewacht, geen probleem. We zitten nu in de auto en we gaan lekker naar het hotel. En ik kan wel lekker slapen hoor, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Je hebt in het vliegtuig nog even geslapen. Ja, een soort van ogen dicht en toch wel iets meekrijgen. En, ach, heerlijk. Maar het is inderdaad goed warm in de nacht hier ook. Lekker hoor. De taxi gaat er vandoor. We zijn gedropt hier bij het Achilles Hotel. Doe me denken aan Achilles 1894, waar ik vroeger heb gevoetbald. Maar Achilles is Grieks, hè? Ja. Achilles. Dat is toch een god of zo. Mooie moswanden hier. Gaan we even inchecken. Oei, oei, oei. Oh, airco. Hallo. Ga jij als eerste en daarna ik? Of, nee, ik kan er wel bij. Zoals we hierin vastkomen te staan. Kom maar hoor. Wow. Deur dicht. Hoppa. Oh my god. Wow. Wow. En deze is echt klein. Dit is echt de kleinste lift waar ik ooit in heb gestaan. Ik zie jou wel heel vaak. Ja. Vind je leuk toch? Hey! Zo, dit is echt de kleinste lift waar ik ooit in heb gestaan. Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. Boy, yo. Auw! Oh, ik snij me met dat ding in mijn neus. Moet je pasjes houden. Auw. Oh, wij gaan bijna zo lekker slapen. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Nou, let's go. Open the door. Yes! Hey, daar is het. 404. 404.
Ziet er wel echt clean uit hier. Waarom moet ik dit doen? Ik heb geen idee hoor. Oh, hè? Ik hoorde helemaal geen... Nee, joh! Dat is 404. Oh my god, dit is 404. Zo, dit is niet onze kamer. Wow. Oké, we moeten hierin. Ja, we zijn echt klaar met vandaag. En we dan eruit en dan... Bliep, hoop ik. Wat wil je van me? Doe die andere maar even hier in mijn pasje zit. Hè? Hoezo doet hij het wel? Geen idee. Oké, de deur is heel zwaar. Even kijken, ik doe deze hier meteen in. Zo, stroom. Oh, clean. Heel fijn dit. Kijk eens eventjes. Goeie avond. Man. Hier het toilet. Nice. Kan je bellen tijdens het toiletteren. We hebben hier de douche. Clean. Nou, daar komen we dus binnen. En dan hebben we hier hopelijk licht. Ergens. Misschien. Ja, licht. We hebben hier een super fijn, mooi, groot tweepersoonsbed, hé. Zo, dikke tv aan de muur hangen. Oh, dikke bank. Hier een klein tv'tje en we hebben een balkon. Zo, een groot balkon. Even kijken, met een schuifdeur. Oh, die was al open. Ik deed hem juist op slot. Zo, oh, gaat een alarm af. Oeps. Wow, kijk hier tegenover, dit is zo lijp. Moet je al die planten zien daar, joh. Zit er helemaal vol mee. Super nice. Nou goed, we zitten dus echt midden in de stad van Athene. Lijp hoor. Ik ga de deur maar weer dicht doen. Ik weet niet of er veel neefjes zijn. Veel muggen. Zo, gordijnen voor. Ik zeg, tanden poetsen en slapen. Ja, ik ook. Ja, Marjo zegt het ook. Oké, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!